We zijn weer in beeld. Ik pak hem weer even op waar we gebleven waren. En dat was hier onderin, op pagina 26. We hebben nog 12 pagina's te gaan. 12 duur betaalde pagina's. Je kan zelfs zeggen, die hebben wij betaald met 200 dode Nederlanders. Nou, en dan keer, want een Nederlander heeft toch gemiddeld iets van 30, 40 kennissen, 60 kennissen en familieleden. Dus 200 keer 50, laten we zo zeggen. Nou, 200 keer 5 is 1000. En dan met een nul erbij, heb je het over 10.000 Nederlanders. Wiens leven beschadigd is in directe vorm. Gelukkig hebben wij 2 inlichtingen en veiligheidsdiensten. Waarom die 2 verschillend zijn, weet ik niet. Ik snap dat ook niet. Ik heb maar 1 inlichtingen dienst nodig. Maar goed, daar gaat het dus over. De separatisten kregen gaandeweg de beschikking over meer en betere wapens met een groter potentieel. Daar ben ik vorige keer mee afgesloten. Daar ging het om. En nu gaan we door. In mijn vorige uitzending maakte ik echt had ik gewoon iets fouts gelezen. Ai, 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 even kijken hoor. Dan gaan ze eerst zeggen, want het gaat erom. In de Oekraïne, daar hadden ze gewoon dit. Surface-to-air missiles. En dan zeggen ze, ja, die konden niet hoog genoeg. Ja, dat zal wel. En op 16 juli kregen onze jongens van een betrouwbare bron dat er geen informatie is dat een burgerluchtvaarttuig neergehaald zou kunnen worden. Dus die Antonov, hier staat er weer, die Antonov, die is neergehaald. En er werd gewoon op 16 juli tegen de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst gezegd, als je op 10 kilometer vliegt, dan is er niks aan de hand. Later heeft de Oekraïne ook gezegd van, er was ook gezegd, je moet hoger vliegen. Onze jongens hadden geen informatie die erop wees. Onze jongens wisten niet over het bestaan van een operationeel krachtig luchtafweersysteem. Oké, dat wisten we gewoon niet. Ik vind wel gek dat op 17 juli ging dat ding down en op 18 juli 's morgens zat ik de krant te lezen, dat was het dagblad Trouw, en daarin stond alles over een bugsysteem. Hele tekeningen erbij. Dus volgens mij wat we moeten doen, is we moeten de AIVD en de MIVD en de GIVD, die moeten we gewoon allemaal opheffen. En die vervangen we allemaal door de journalisten van dagblad Trouw. Want die kunnen binnen een paar uur weten dat het een bugraket was. En dat klopt natuurlijk niet wat ik nu zeg. Dat snap je ook wel. Want die journalisten hebben alleen maar opgeschreven wat ze via Reuters binnenkrijgen. En meer niet. Vrijdagochtend in de Ardennen had ik een compleet verslag van bijna 30 pagina's van een krant, dagblad Trouw, dagblad De Kraaien.
die vertelde me alles over bukraketten. Het dagblad Trouw wist wel dat het een bukraket was geweest. En dan gaat het er natuurlijk om. Wie heeft die bukraket afgevoerd? Nou, de separatisten hadden zo'n systeem niet. De separatisten hadden geen buksysteem. Of een SH-11. Naar onze mening niet. Tot aan 17 juli. We wisten van niks. We wisten dat er manpads waren en dat er oorlogshandelingen plaatsvonden. En we vonden het niet nodig om tegen Schiphol te gaan zeggen: jongens, zouden jullie je vliegtuigen op een andere manier willen zegzaggen? Helemaal niet. Onze jongens, ik lees het niet voor. Onze jongens richten zich op de vraag. Onze jongens wilden weten wat de politieke invloed was van de Russische Federatie op Oekraïne. Oh. Nou, dat wil ik helemaal niet weten. Kijk, die Oekraïners hebben een groot probleem met Rusland, dat kan ik goed begrijpen. Dat zou ik ook hebben. Maar dan moeten ze zelf maar oplossen. Kijk, bij die watersnoodramp in 1953 was dat toch? Toen zijn wij geholpen door de Polen. En de Polen die kwamen helpen. En na een paar weken zeiden wij tegen die Polen van nou, wil je naar de Noordpool of wil je naar de Zuidpool? Maar je mag weg. We hebben je niet meer nodig. En wij hebben dat probleem gewoon zelf opgelost. En die Oekraïners die worden de hele tijd geholpen door Rusland. Van we komen je wel even helpen. Ja, dat hebben ze leuk gedaan in het verleden. Hè? Met die hongersnood. En dat soort dingen. En Rusland en de EU, of de RU en de EU, dat is één pot nat. Dit strekte zich ook, ik lees weer voor, hè? Na het blauwe. Dit strekte zich ook uit tot de vraag of de Russische Federatie betrokken was bij de activiteiten van de separatisten in Oost-Oekraïne. Onze jongens wisten dat de Russische Federatie betrokken was met, wat staat hier? Over een aantal inlichtingen waarin de betrokkenheid van de Russische Federatie bij de separatisten met meer of minder zekerheid werd benoemd. Oké, dit noem ik gewoon diarree. Met een H. Dit ga ik niet analyseren. Ik ben geen naakslak. Uit de gegevens van onze jongens. Onze jongens vonden dat de separatisten of een deel van hen vermoedelijk onder aansturing van de Russische Federatie stonden. Ja, 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 ja. Geweldig. Ook waren er aanwijzingen dat de Russische Federatie aan de separatisten ondersteuning in de vorm van mankracht en wapenmateriaal gaf. Nou, dat geloof ik direct. Ja, die Russen, die hebben destijds, nadat die Romanovs, die zijn gechopt. En niet eens echt leuk. Niet eens vriendelijk. Die zijn gewoon echt gechopt. En ja, toen hadden ze Rusland in handen. En vanuit Rusland hebben ze de Oekraïne aangevallen. En die hongersnood aangedingest. En die Oekraïners die willen alleen maar zelfstandig zijn. Volgens mij. Tenminste, als ze verstandig zijn, willen ze alleen maar zelfstandig zijn. In de Bijbel staat heel mooi, dat staat ergens in Matthäus volgens mij. Maar
je zal niemand op deze aarde je vader noemen. Kijk, dat is het christendom. Wij spreken niet van een vader of een heilige vader. Een christen die mag bidden en die mag zeggen, onze vader die in de hemel is. Of in de hemelen zijt, of bekijk het. Maar dat is je vader, dat is je baas. En niet Vladimir Poetin. Of die andere poesies die dit... Even kijken, ik skip hier wat. Dankzij de AIVD, dit is de laatste zin dus hier, die hier staat. Hè? De AIVD had geen aanwijzingen dat de Russen krachtige luchtafweersystemen aan de separatisten heeft gegeven. Oké. Okay. Oh, dat is mooi. Dus de Russen hebben dat in ieder geval niet gedaan. We wisten dat gewoon niet. De AIVD, onze jongens, beschikte over aanwijzingen dat de separatisten in de Russische Federatie werden getraind in het gebruik van wapensystemen, waaronder manpads. Er waren geen indicaties dat ze werden getraind op krachtige luchtafweersystemen. Oké, dan weten we dat ook. Wanneer beschikte trouwens de AI, onze jongens, over die informatie? Want ja, stel je, ja nee, ik wil gewoon wel weten, ook al zit er gewoon, je hebt één manpad beneden en je vliegt er overheen op weg naar Kuala Lumpur, hè? Eentje. Ja, dan denk je, ha 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 ha, je raakt me lekker toch niet. Ja, maar nou 100. En dan komen er 100 manpads, raketten, dinges op je af. En die ene die was echt heel goed gemonteerd. En die kon dus wel hoger dan 6 kilometer. Dat kan toch? Ooit gehoord van kwantummechanica. Ze wisten dus gewoon donders goed... dat ze dus in de Oost-Oekraïne, dat er sprake kon zijn van krachtige luchtafweersystemen. Kijk, je kan ook zeggen, de laatste zin. Er waren geen indicaties dat Perry Franciscus Martinus Winkel werd getraind op krachtige luchtafweersystemen. Ja, natuurlijk niet. En waarom wel? Waarom zeg je het überhaupt? Kijk, ik speel in een band met 3 andere jongens. Ja, die zijn ook niet getraind op krachtige luchtafweersystemen. Maar bij de Oost-Oekraïne en de separatisten is dat kennelijk wel een issue. En dan voel je hem toch wel. Dat is de leugen. Onze jongens ontvingen op 14 juli een beknopt verslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken over een briefing... En dat is ook een kort verslag. Bij de presidentiële administratie van Oekraïne te Kiev. Ja, dat is mooi. Uit dit verslag bleek dat de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, Klimkin, aangaf dat de situatie in het oosten in een nieuwe en gevaarlijke fase terecht was gekomen doordat de Russische Federatie nu openlijk militaire steun verleende aan de separatisten. Als voorbeeld van deze escalatie noemde Klimkin het neerschieten van de Antonov in de buurt van Lugansk. Oké. Dus kennelijk hadden de separatisten luchtafweer geschud.
En ze konden dus een militair vliegtuig iets onder de 6 kilometer of iets te boven, ja, precies weet je het niet, die konden ze eruit tikken. Ja. Maar dat was dus, ja, dat komt zo dadelijk nog. Ja? Deze moeten we even onthouden. Dit is dus pagina 27, ik moet ze dadelijk terug. Op 17 juli in de ochtend ontving het A-team de dagelijkse intelligence summary. De daginsum. Ja, dit is eerder gezegd. Hè? Kijk, als je een daginsum, als je dat als afkorting wil gebruiken, gebruik dat dan ook. En niet de hele tijd gaan zeggen dagelijkse intelligence summary. De daginsum. Wat heb ik ermee? Op 17 juli in de ochtend, nou dat lijkt me ook wel correct, je ontving daar onze jongens de dagelijkse info van het M-team. Dus het A-team kreeg dus, het A-team krijgt altijd elke dag van het M-team een rapport. Nou, dat is fijn. In dat rapport doet het M-team op 17 juli ja, onder meer verslag van onderzoek naar de toedracht van het neerstorten van de Antonov. Voor deze bevindingen wordt verwezen naar paragraaf 5.2.2. Oké. Okay. Dus we wisten gewoon dat in dat gebied, als je te laag vliegt, dan kan je eruit getikt worden, jongen. Want het is namelijk gebeurd. Kijk, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat is allemaal leuk. Maar als tante Jo verkracht is in het Engelbertpark, doe je dan tante Gerda er nog een keer doorheen sturen met de boodschappenmand? De dag in Zoom. De belediging van jullie. Begrijpen jullie tot wat voor een stront jullie gereduceerd worden met deze tekst? Dag in Zoom. Bah. En het gaat maar door. Hè. Intentie separatisten. Ja, intentie. Wat is nou het mooie woord voor intentie? De doelstelling of zo? De wil. De wil van separatisten. De wil van de Russische krijgsmacht. En de wil van de Oekraïense krijgsmacht. Dat klopt al helemaal niet. Ja, hoezo staan de separatisten tegenover de Russische krijgsmacht en Oekraïense krijgsmacht? Die separatisten hebben geen krijgsmacht? Nee, natuurlijk niet. Want die willen niet bij de EU en die willen niet bij de RUF. De Russische Federatie. Ja. Het team, onze jongens, beschikte niet. Onze jongens wisten niks. We wisten niet dat separatisten de intentie hadden om civiele vliegtuigen, dat is het burgerluchtvaartuigen. Dat is de zoveelste term. Burgerluchtvaartuigen boven Oost-Oekraïne neer te halen. Hetzelfde gold voor de andere twee partijen. De Oekraïense. Ja, dit is wel leuk, ja. De Oekraïense krijgsmacht en de Russische krijgsmacht waren net als de separatisten volgens ons, wij waren niet op de hoogte dat ze van plan waren om een vliegtuig met 200 burgers van ons plus nog eens 100 buitenlandse burgers uit de lucht te knallen. We wisten het niet. Oké. Okay.
uit de informatie, hè, wat we wel wisten. Hè, we wisten niet dat ze specifiek een burgervliegtuig uit de lucht wilden schieten. Dat wisten we niet. Wat we wel wisten, dat ze van plan waren om, als ze zich aangevallen voelden, en dat dan wel. Die motivatie was er wel. Gemotiveerd. Dat wisten we wel. En dat was geen enkele reden om tegen Schiphol te zeggen van nou, misschien dat je voorlopig eventjes iets anders moet gaan zigzaggen. Totdat dat conflict in de Oekraïne opgelost is. Of je doet het niet, maar dan moet je wel tegen de mensen zeggen dat je een risicootje neemt. Hè? Vanwege de kerosinebesparing of zo. Informatie van buitenlandse partnerdiensten. Ik zou niet weten wie partnerdiensten zijn. Weet jij dat? Weet je ook hoe CIA tegenwoordig heet op internet? Catholics in Action. De CIA is opgericht door Dulles. Maar dat was een katholiek. En die werkte voor de onfeilbare mens. Die mensen geloven in de onfeilbare mens. De oneindig goede mens. Een soort Boeddha. Eigenlijk een soort Jezus. Hè? Die gewoon altijd de waarheid spreekt. En altijd recht doet. Hè? Maar dan formeel gesproken. En wel tegen een vergoeding AUB. En een BTW van 21%. Dat is ons iets te laag. Dat zeggen zij dan, hè? Want ze gaan hem omhoog draaien, jongens. Zoals ook bij de het M-team, heeft het A-team in de periode. En nu staat het weer hetzelfde. Ja, dit mag. In de onderzoeksperiode, maar die datums hoeven er voor mij niet achter. Je kan ook gewoon zeggen, wat is de onderzoeksperiode? Geen waarschuwing ontvangen van anderen. Oké. Dus net, ze hebben aan de MIVD gevraagd. Heb je gehoord dat er een gevaar mogelijk is? Nou, de MIVD zei nu. En de AIVD dan? Nee, ook helemaal niks. Nee. Geen enkel risico. Nee. Er zijn. Er is een vliegtuig neergehaald. Maar voor de rest is er geen probleem hoor. Dat is gewoon één vliegtuig, man. Vliegt er gewoon overheen. Niks aan de hand. Geen reden om eventjes iemand te waarschuwen. Samenwerken tussen de MIVD en de AIVD. Dus de samenwerking tussen het M-team en het A-team. Dat interesseert me geen donder eigenlijk. Ik zou die twee onmiddellijk samenvoegen. Ja. Ik ben in principe geen organisatie-expert of zo, maar ik zou het wel gelijk samenvoegen. Heb je geen coördinator meer nodig. Heb je namelijk maar één team. En die heeft gewoon. En die moeten gewoon zorgen voor de inlichtingen en de veiligheid. Punt. En tegenwoordig is dat alleen maar, denk ik, Facebook in de gaten houden. Wat kost dat, zo'n inlichting en veiligheidsdienst? Dat is gewoon een paar van die nerds. Met een Tor-netwerk-connectie. En. Die hebben dan koffie nodig en wat wiet. En die doen het gewoon voor €1800 in de maand, jongen. Iets van 6 van die gozers. 10, 12. Dat heb ik gehad. We hebben alle inlichtingen en dan kunnen we zelf zorgen voor onze veiligheid. Dus die jongens moeten gewoon kijken of we aangevallen worden en. Waar is er oorlog en dat soort dingen.
Dus bijvoorbeeld over Syrië. Ja, ik zou daar... Ja, als je heel hoog... Ja, ik zou het gewoon niet doen. Het lijkt mij gevaarlijk, maar... Over Syrië zou ik niet willen vliegen nu. Of een tussenlanding maken in Aleppo. Ja, dan denk ik toch van wow. En ik zou het raar vinden als ik een ticket kan kopen. En met een tussenlanding in Aleppo. Ik denk wel dat er iemand tegen die luchtvaartmaatschappijen moet vertellen. Van nou, Aleppo is momenteel niet echt je dat. Zelfs Bagdad kan gevaarlijk zijn. Daar gaat het toch om. Beoordeling van de informatie door onze jongens. Hierboven heeft de toezichthouder uiteengezet welke informatie voor het neerstorten aanwezig was, die volgens de toezichthouder relevant is voor het beoordelen van de dreiging tegen de burgerluchtvaart boven Oost-Oekraïne. Oh, mooi zo. Onze jongens hebben zelf destijds geen concrete dreiging tegen de overvliegende burgerluchtvaart onderkend. Oké. Ze hadden dat dus wel kunnen weten. Ook bij interne onderzoeken die hebben plaatsgevonden na het neerstorten is de conclusie van onze jongens dat er in de onderzoeksperiode geen aanwijzingen waren die wezen op een dreiging. Ook bij intern, we wisten gewoon helemaal niks. En we gingen achteraf nog een keer kijken en we wisten helemaal niks. We wisten dat ze daar manpads hadden en ja, dat wisten we wel, maar we konden toch niet weten dat ze een vliegtuig op 10 kilometer hoogte. En de grap is natuurlijk dat ze dat vliegtuig, dat betreffende vliegtuig, dat is naar een lagere hoogte gedirecteerd. En dat was om een clash te vermijden met een tegemoetkomend vliegtuig. Dus dat vliegtuig van Malaysia Airlines, wat opgestegen is van Schiphol, met 200 medelanders aan boord. Mensen met een Nederlandse identiteit. Die werden gewoon eventjes met z'n 300, want er zaten ook nog 100 buitenlanders tussen. 300 man, die werd gewoon omlaag gestuurd. Want anders zou dat vliegtuig aangeknald zijn tegen een ander vliegtuig. Ja, de verkeersleiding die zat even niet op te letten of zo. Ze hadden ook kunnen zeggen tegen dat andere vliegtuig, want als jij nou ietsje langzamer gaat vliegen, hè, dan komt alles goed. Of tegen ons vliegtuig, van als je nou ietsje sneller gaat vliegen, komt alles goed. Of tegen ons vliegtuig, als je iets langzamer gaat vliegen, komt alles goed. Nee, waar ze voor hebben gekozen, is dat ons vliegtuig van Malaysia Airlines. Dat is niet echt van ons, maar dat was wel ons vliegtuig. Dat is opgestegen van Schiphol. En dat is het vliegtuig waar het om gaat. En die werd gewoon naar beneden gestuurd. En die piloot, net als die kapitein van de Titanic, die dacht van oké, ik doe het wel. En die kapitein van de Titanic, die hebben ze achteraf denk ik wel gered hoor. Die is wel, die heeft er wel overleefd denk ik. Maar die piloot van dit vliegtuig denk ik echt niet. Dan krijgen we dus nog een keer die... Dit is wel echt wel leuk. Maar goed, ik heb hem nog een keer. Dagelijkse intelligence summaries. De daginsums. In die rapportages werd geen melding gemaakt van een dreiging tegen de burgerluchtvaart. Oké. Volgens mij hebben ze dit eerder gezegd.
En we moeten nog 10 pagina's. Oh. En ik weet niet. Het is nou... Oké. Okay. De tijd is snel. 2:15 s'nachts, man. Oei. Ik moet hier toch eventjes doorheen. En morgen allemaal gezond weer op. In ieder geval ik wel. De NCTV vroeg in april 2014 aan de AIVD en de MIVD, dus de NCTV, de toezichthouder, vroeg aan onze jongens een nieuwe halfjaarlijkse rapportage voor de burgerluchtvaart. Oké. In Nederland. De burgerluchtvaart in Nederland. Maar goed, het ongeluk was toch in de Oekraïne, of niet? En het was een Maleisische luchtvaartmaatschappij. Deze analyse heeft betrekking op potentieel nieuwe dreigingen, modus operandi en middelen. In het bijzonder verzocht de NCTV informatie over 3 specifieke onderwerpen waarvan mogelijke een dreiging richting de sector luchthavens in en uitgaande burgerluchtvaart kon uitgaan. Dit is gewoon ontzettend fout. Als je... Dit is niet alleen een reden tot ontslag. Dit is een reden tot schadevergoeding. Want degene die dit getypt heeft, die was in functie. En dan niet zomaar een functie. Mogelijke een dreiging, dat is geen Nederlands. Kijk, er zijn hier heel veel mensen die komen van, dit zijn ontheemden. En die bombarderen ze hier naartoe. Waarom ze dat doen, ja, daar mag je zelf over gaan nadenken, maar dat gebeurt. En die mensen die zeggen gewoon, die weten niet van de en het. En die zeggen gewoon, de meisje gaat met de vriendje, gaat ze naar de feestje in die dorp. Kijk, Nederlands is een mooie taal. Maar dan moet je hem wel mooi uitspreken. En dit is gemaakt door de toezichthouder van de 2 inlichtingen en veiligheidsdiensten. Dit is de kwaliteit van rapportage. Nou, ik wil per morgen een toelage van 100.000 euro per dag voor emotionele schade. Voor al die keren dat ik in de klas heb gezeten en een onvoldoende moest incasseren voor foutief taalgebruik. En hier mag het gewoon. Oké. Ik ben je vriend, jongen. Dan gaan we samen lekker gek doen, jongen. Mogelijke een dreiging. Wij zijn van Nederland en door al die immigranten spreken wij momenteel geen Nederlands meer. Dat is die meisje gaat met die jongen naar die feest op die dorp. Allemaal heel makkelijk, hè, Nederlands. Je hoeft alleen maar een beetje woorden eruit te gooien en wat dat betekent, maakt geen donder uit. En syntaxis en semantiek, who the F cares? Want dit is je overheid, namelijk. En presteer het maar eens om zo een schrijffout te maken als jij je sollicitatiebrief moet schrijven omdat je een tientje meer in de maand krijgt opdat je schoonmaker kan worden van strapportalen. En je zet deze typfout erin. Ze lachen je uit. Mijn dochter hoeft het niet te presteren. Op school dan, hè? Maar onze overheid wel. We maken het uit. Het is alleen onze overheid, maar haar. In de Bijbel staat het allemaal prima uitgelegd. Er is in principe niets om je zorgen over te maken. Het enige wat nodig is dat wij ons gaan beseffen dat wij een overheid hebben die mogelijke een dreiging...
Dat vinden ze correct Nederlands. Dit is uitermate goed bestudeerd, dit document. Dit is van een commissie en die heeft toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. En die rapporteren allemaal. Dus deze mensen kennen Nederlands, jongen. Mogelijke een dreiging. Dat woordje een moet er dus uit. Waarvan een mogelijke dreiging. Maar mogelijke hoeft er ook niet bij. Want mogelijke en dreiging is een tautologie. Ik heb het ook... Nou, moet ik het uitleggen? Maar een dreiging is iets wat mogelijk... Een dreiging betekent dat je mogelijk schade op gaat lopen. En een mogelijke dreiging is dus dubbel op. Dat heet een tautologie. En dat heet ook wel liegen. Oh, leuk is dat. Richting de sector. We hebben het gehad over speelbal. Dat is ook zo'n stom woord. Maar richting de sector. Luchthavens. Gedeeld door. In- en uitgaande burgerluchtvaart kon uitgaan. Ja. Waaronder de actuele situatie in Oekraïne. Ze maken ook regelmatig de fout dat ze toch zeggen de Oekraïne. Ik weet niet precies hoe dat komt. Maar... Want wij zouden nooit zeggen de Noorwegen of de IJsland of... Maar bij Oekraïne, dat heeft waarschijnlijk te maken met een, ja, iets, dat dit een soort enkelvoud is of zo. Anders als Nederland. Dat is ook een soort enkelvoud, maar je zegt niet het Nederland. Hè. En ook niet de Nederland. Maar Oekraïne, dat klinkt als een streken. Daar vergissen ze zich echt heel veel in. Er zijn meerdere keren, daar kan ik een andere uitzending over maken, maar heel vaak doen ze hier een de tussen. En dat mag helemaal niet, want dit is correct. De actuele situatie. Ja, wat heb ik aan een niet-actuele situatie? Ja. Waaronder, oké. In... Het rapport van onze jongens hebben ze niks gezegd over de veiligheidssituatie al daar. De reden hiervoor was dat onze jongens geen informatie hadden over personen of groeperingen in dat gebied. Oké. Dus de AIVD en de MIVD, die wisten gewoon helemaal niks. Gewoon helemaal niks. Ja. Ze hebben gewoon geen informatie verstrekt over de veiligheidssituatie. Ja. En dat was omdat ze geen informatie hadden. Punt. Hoppakee. Ja, wat denk je ook? Als je te belazerd bent om er naartoe te gaan... Op het moment dat er al 200 lijken ergens bij de schuur van tante Jo liggen. Ja, van tevoren wist je ook helemaal niks. We wisten gewoon niks. De BTW moet naar 27% en dan zullen we misschien wel een keertje kunnen weten wanneer er ergens bukraketten mogelijk kunnen staan. En dat er een dreiging is. Want je zal er maar overheen vliegen met je
ja, je leuke, ja, het is gewoon een Malaysia Airlines, zullen we zeggen. En die wordt aangezien voor een transportvliegtuig waarin Poetin zit. Of zoiets. Want dat verhaal is ook de wereld ingeslingerd, weet je nog? Het maakt allemaal niet uit. Dan krijg je antwoord op onderzoeksvraag C. Ja, dit is al gelijk fout. Kunnen jullie met me mee tellen? Gaan we even weer overnieuw beginnen. Maar tellen, dat gaat dus, je doet niet, je begint altijd met 1. En in principe is dat fout. Want je begint met 0. Maar aan de andere kant, met 1 beginnen is wel zo makkelijk. Hè? Nou, antwoord, dat is enkel fout. Dat betekent 1. Nou, als je dus 2 wil, ik zal je gewoon Nederlandse les geven, maar dan moet er EN achter staan. Antwoorden. Ja? Dus je hebt enkel fout of meer fout. Dus het is echt. Ik hoop ook echt dat mensen van de AIVD en de MIVD met mij meeluisteren nu. En dat ze ook gaan begrijpen dat er zoiets bestaat als Nederlands. Ja? En correct taalgebruik. Dat is een ding. Nee, ik heb al een keer in de vorige uitzendingen mogen zeggen over Johannes 1. Johannes 1, vers 1. En dat is een vers uit de Bijbel. In de beginnen was het woord en het woord was God. En het woord was bij God. Hou dat goed in de gaten. En dit slaat nergens op. Kijk, het is antwoord of antwoorden. Enkelvoud of meervoud. Je moet niet zeiken gewoon. Nou, vind je dit een enkelvoudig antwoord? Ik geef jullie even 20 seconden. Ik kijk heel vaak naar schaakfilmpjes, hè. En dan zegt ook zo'n hele vervelende schaakmeester met zo'n hele ingewikkelde stelling van ik geef jullie even 10 seconden de tijd om na te denken over deze stelling. Nou, ik geef jullie nu even 10 seconden na te denken over deze stelling. Is dit een antwoord of zijn dit antwoorden? En als je nu gaat zeggen, Perry, je moet niet zo zeiken, dan ben je mooi zelf een eikel. Want dit zijn namelijk antwoorden. Dit zijn allemaal verschillende dingen. We hadden beperkt inzicht. We hadden beperkt inzicht. Oké, daar zijn we ook mee klaar. Het onderzoek van het andere team van onze jongens. En die wisten ook van alles niks. Oké, dat wisten we ook allemaal niet. Voor de rest is het trouwens allemaal staatsgeheim, dus waar heb je het over? De Russische krijgsmacht en de Oekraïense krijgsmacht. Ja, dit is weer iets heel anders. Ja. Dit is over de MIVD. Dit is weer zo'n hele zin. Hoe hebben ze dat nou gedaan, man? Ik ben er bijna nieuwsgierig naar. En dit is weer gewoon normaal klikken. Dit is weer zo'n zin die. Maar dit is dus één antwoord, tweede antwoord, derde antwoord. Vierde. Kijk, dit is de AIVD en MIVD samen. En dan hier ook weer samen. Hier beschikten ze niet over aanwijzingen. Hier hebben ze geen informatie. Maar het gaat dan over partnerdiensten. En de beoordeling. Wat staat hier? Gadverdamme. Je moet het lef maar hebben. Het ging toch over de beoordeling van de CTIVD? Het is toch hun rapport? Of niet? Onze jongens hebben geen informatie verstrekt, want we wisten niks.
Nou, mooi zo. Bij deze ben jij ontslagen als informatievergaderaar. Rot op. Ga terug naar je moeder, man. Als je niet eens kan weten dat er in de Oekraïne luchtafweersystemen stonden en je niet eens kon beseffen dat je dan wel eens naar Schiphol mocht bellen om te zeggen dat er misschien een ander vliegplan. Hè? Je weet het niet eens dat er in de Oekraïne oorlog was? En dat het mogelijk was dat er een vliegtuig op. En vooral als ze een vliegtuig naar 6 kilometer hoogte gaan sturen. Dat is dan tegen de 25.000 voet of zo, hè? Nee, daaronder misschien nog wel. Maar het maakt allemaal niet uit. Wij moeten als Nederlander. Wij zijn wel belangrijk. Wij zijn de enige mensen. Naar mijn mening. Ik wil best in discussie gaan met een Rus. Of een. Ik heb ook met een Serbske. Een Servische vrouw. Kan ik ook mee discussiëren. Discuteren, zegt ze dan. Maar ik vind gewoon Nederlands het mooiste taal ter wereld. En daarmee de Nederlanders de belangrijkste mensen ter wereld. Dat vind ik. En dat mag ik gewoon vinden. En tot de Nederlanders reken ik ook mijn vriend Rashid. En tot de Nederlanders reken ik ook mijn vriend Galet. En ik weet nog wat meer namen. Want de hoeveelheid pigment in iemand zijn huid, dat interesseert mij geen sodomieter. Ik ben geen racist. Nooit geweest, nooit aan gedaan. Ik vind het gewoon niet grappig, ik vind het nergens op slaan. Maar ik vind wel dat er sprake moet zijn van rationaliteit. En ik vind dat jullie, en daar bedoel ik ook Rashid, zijn familieleden mee, want ik weet dat Rashid aan mijn kant staat. En ik bedoel ook de familieleden van Galet. Want ik weet dat die ook aan mijn kant staan. En Galet komt dan uit Libië. En Rashid die komt van oorsprong van Casablanca. Dat is de Witte Kust. Dat is Marokko. Marokko. Die Marokkanen hebben zo'n mooie R. Maar dat zijn Nederlanders. Dat zijn gewoon kerels. En die praten Nederlands. En niet dit soort bagger. En we kunnen er gewoon blij om zijn. Het waren er maar 200. Dus. Wat zeuren we nou? Als je gewoon leuke seks gaat hebben op het juiste moment, heb je er zo weer 200 bij. Die mooie uitspraak van Hillary Clinton. Van people die. What is the problem? het is wel leuk. De minachting die deze mensen hebben voor ook jouw leven. En niet alleen voor mijn leven, maar ook voor jouw leven. Hè? Maar de minachting die ze daarvoor hebben. Dat is ook een reden om gewoon een kratje bier open te trekken. Als je dat goed beschouwt. Je moet op het denkniveau van deze mensen gaan zitten. Dan ben je zo klaar met ze. Je hoeft tegen Jan-Peter Balkenende, dan hoef je alleen maar boe te roepen. En hij heeft zijn voetontsteking weer terug. Weet je nog dat hij die voetontsteking had? Ja, die heeft hij zo weer terug. En trouwens, hoe gaat het met hem? Heeft hij nog een beetje een seksleven met brunettes? Blondines?
of roodharigen? Of heeft hij ook zo'n vervelende vrouw, zoals zoveel mannen die ik ken, die toch besloten hebben om met vrouwen om te gaan? Dat was een grapje hoor, dat is een beetje een... Het was gewoon grappig. Ik ben niet racistisch en ook niet seksistisch, maar ik vind wel dat... Nou ja, goed, al die dingen. Ik heb best wel medelijden met Jan-Peter Balkenende. Met zijn voetontsteking. Och, arme. Maar het is een eikel. Hij werkt mee aan liegen. En dan krijg je uiteindelijk ruzie met mijn vader. Dat is wat ik denk. En dan mag jij zeggen, nou Perry, volgens mij niet hoor. Volgens mij kunnen leugenaars gewoon lekkere, heel lekkere leugenieren. En dan worden ze juist heel rijk. En ik ga ook gewoon oefenen in leugenieren. Want dat levert poen op. We zijn door hoofdstuk 5 heen. Dat betekent, oh dat is best wel mooi. Dan zijn we dus klaar. Maar dan krijgen we een, oh fok, nog 8 pagina's. Ai, 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 ai. Nou, dan doe ik nog even een muziekje hoor. Dan maak ik even een pauze. Dat is niet echt een pauze muziekje natuurlijk, maar... Maar dan gewoon echt een muziekje ter afsluiting. Voor deze uitzending dan natuurlijk. Hè? En dan pak ik hem weer eventjes op. Waar zat hij ook alweer? Hij zat hier. En doen we gewoon een klein stukje. Dan nemen we het. Dan ga ik gewoon even vooruit. Want het eerdere stukje hebben jullie al gehoord. Hier zit die drum erin. Mooi hè, die drummer. Die drummer is een bouwvakker. En die bassist, dat is een ICT-boekhouder. En links zie je dus mijn behaarde hoofd. Mooie gitaar, hè? En wat je niet kan zien, is rechts, daar zit de lead gitarist. Ja, goed hè? Nou, hartstikke bedankt. Voor het uitleggen. Het is even leuk om het even laatst te zien, want dan zie je hier de leadgitarist. Ja, dat is, hij heeft bijna in beeld. Pas op, even wachten nog. Daar is hij. Oh fuck, oh shit. Waarom druk je nou op die knop? Wat kan het nou? Hij wil gewoon niet in beeld. Dat is de leadgitarist. Ja, ik kan hem niet op pauze zetten, ja. Shit happens. Hey, hartstikke lief dat jullie dit uitgeluisterd hebben. Dit was hoofdstuk 5 van dat document wat ik kreeg van mijn vriend, Michiel. Die ook heel erg goed muziek kan spelen. Ik kwam tegen de microfoon aan. Dit was hoofdstuk 5. En daar zijn we nu mee klaar. Dat ga ik niet herhalen. Ik heb geen vieze woorden gezegd. Ik heb niet geschreeuwd. Ik ben niet aan mijn dak gegaan en daar had ik wel kunnen gaan. Denk daar goed aan. Ik had ook kunnen schreeuwen. En jullie hebben dit allemaal uitgeluisterd. Dat waardeer ik ongelooflijk. Want de waarheid is dat wat jou verlicht. The truth will set you free. De waarheid is dat wat het voor jou
makkelijker maakt. Als je maar weet wat er aan de hand is, dan is eigenlijk het probleem al voorbij. En het allerergste komt nog. Heus, geloof me maar. Je hoeft niet te denken dat het allerergste nu al is. Het allerergste komt nog. Geloof mij nou maar. Dit valt wel mee. Dit overleven wij wel. We lachen die eikels gewoon uit en we gaan ze paintballen. En dan niet 100 paintballers, nee, 100 keer 100 paintballers. En wat kost dat nou? Iedere paintballer die krijgt een tientje. Heb je 100.000 euro nodig. Nou, en sturen gewoon 10.000 paintballers naar Den Haag. En dan gaan wij laten zien dat collateral damage nergens voor nodig is. Het is een kwestie van goed raken. En niet tante Jo die daar toevallig aankomt wandelen met een appeltaart voor de minister van Buitenlandse Zaken of Binnenlandse Zaken. Of de. Ja. Maar tante Jo komt gewoon in goed vertrouwen met een appeltaart. Ja, die moet je niet raken. Maar wel die klote portier. Die daar een beetje easy monies loopt te maken van het feit dat er 200 Nederlanders even gedown zijn. En hij gaat iedereen tegenhouden die daar iets over te zeiken heeft. Ja, die vent kan je gewoon paintballen. En een blauwe plek AUB. Hey, paintballen is hartstikke leuk hoor. Het is echt een hele leuke sport. En er gaat niemand bij dood. Het is net zoiets als schaken. Het is een ongelofelijke battle. Maar bij paintballen, en bij schaken is dat anders. Bij schaken kan je gewoon een t-shirtje aandoen of zo. En je komt gewoon ongeschonden, kom je gewoon van het slagveld af. Maar ja, als je als paintballer geraakt bent. Dan moet je wel naar de stomerij. Dan heb je in ieder geval een ontzettende vlek. En een blauwe plek. Maar ik heb hier in de kroeg heb ik van. Die waren dan. Ik denk Marokkaans of zo. Maar ook een Hollander hoor. Die was helemaal kook doorgesnoven. En die haalde uit. En die gaf me. Ja. Ja, dan heb ik dus ook. Een blauwe plek gehad. Maar deze mensen verdienen ook een blauwe plek. Minimaal. Ik zelf vind de doodstraf. Dat zou ik het liefste hebben. Ik zou ook een alliantie willen met die fundamentalistische Mohammedanen. Ik denk dat ik daar prima mee kan praten. Molukkers. Molukkers hebben een hele mooie ethiek. Bij de eilanden. Je kan het opzoeken bij interview. Ik ga hem even bijpakken. Het is toch een mooie afsluiting. Maakt niet uit. Interview. Punt. RI7. Nou. Kijken waar die uitkomt. Oh, hij pakt het ding niet af. Hij lukt niet, hoe kan dat? Wat nou zo? Misschien is hij down dan. Even kijken of hij de andere kant.
Hij is aan het backuppen. Hij is, site is down. Elke dag gaat de site eventjes down. Zo zal het wel zijn. Ik kan het niet laten zien. Maar die Molukse jongen. Hij heet. Niet belangrijk. Dat is zijn voornaam. Charlie. Maar dat is niet belangrijk. Hij heet anders. Maar ze noemen hem Charlie. Dat is gewoon een keiharde kerel. Waarmee je nooit ruzie kan krijgen. Want hij is rustig. En hij vertelde van de Molukse ethiek. En die groeperingen, die mensen, die mensheid. Dat is een onderdeel van de mensheid. Molukkers zijn een onderdeel van ons. Wij zijn Molukkers. En Molukkers zijn ons. Daar gaat het om. En die Molukkers, die hadden een ethiek, jongen. Ze hadden eilanden. En die dreven handel onderling, natuurlijk. Met de boot naar de ene kant en met de boot weer terug. En op een gegeven moment kwam er geklaag bij het ene eiland. Nou, en dan zei de oudste van het ene eiland... We gaan even praten. En dan gingen ze praten. Nou, als alles opgelost was dan ging het leven weer door. En als het weer fout ging, dan gingen ze nog een keer praten. Nou, en dan als het goed afliep, dan ging het gewone leven weer door. En als het dan nog een keer fout ging, dan gingen ze voor de derde keer praten. Maar dan kwamen ze wel met z'n allen. En dan gingen de koppen rollen. En er werd gewoon de leider gechopt. En het gebied werd ingenomen. En dat is een begin van ethiek. Dat is een begin van connecteren, van verbinden. To connect. Connecteren is geen Nederlands woord. Maar dat is verbinding zoeken. Er is een volk die zit op het ene eiland en die heeft een klootzak als leider. En die arme jongens en meisjes, die kunnen daar niks aan doen. Maar het is wel een klootzak als leider. En die zit daar een beetje gratis casies te vreten. Over de ruggen van zijn eigen volk, maar ook van het andere volk. Ja, en dat pikt het andere volk niet dan, uiteindelijk. En beter is het dat het eigen volk chop doet. Maar als dat niet gebeurt, dan moet zo'n volk geholpen worden. En dan moet je dat volk helpen om die leider te chop-choppen. Dat is de ethiek van de Molukken. Van de Molukkers. Van Ambon en die andere. Ambon, Kei, ik heb al die eilanden. Dat is waardevol. Het is ethiek en correct gedrag is als een reddingsboei terwijl jij van de oceaanstomer afgedonderd bent op een of andere manier omdat je iets onhandigs had gedaan en je ligt in de oceaan. En je snapt heel goed dat die oceaanstomer, die kan niet binnen 3 seconden omdraaien. En er ligt een reddingsboei in het water. Ja, wat ga je doen? Dit heet speltheorie. Dat is een hele aparte tak van wiskunde. Game theory, op zijn Engels. Wat ga je doen? Je ligt in de oceaan en is er alleen maar die oceaanstomer die gaat dus eventjes door, hè? En ze meppen nog een reddingsboei. Ja. Wat ga je doen? Ik zou zelf denken dat het meest verstandige is dat je je vastgrijpt aan die reddingsboei. Desnoods probeer je er bovenop te zitten,
tot, ja, ik weet niet of dat lekker zit of zo. Lijkt mij een soort aanbijenkussen, maar is maar wat je erbij denkt. Maar je zal die reddingsboei nodig hebben. En die reddingsboei voor jou, lieveling, voor jou, mijn kind, dat is je ethiek. En ethiek begint met de waarheid spreken. Oftewel, bewust liegen. Maar niet onbewust liegen en vooral niet gaan doen wat dus in het laatste hoofdstuk is gedaan. Want dat is vies liegen. Liegen terwijl je doet alsof je de waarheid spreekt. En dat mag niet. Als ik zeg F my a-hole, dan lieg ik. Begrijp dat goed, hè? Ik spreek de waarheid. En ik lieg de God ganse dag. Want ik kan de waarheid niet spreken, want ik ken die waarheid niet. Maar ik lieg niet op die manier. En jullie doen dat ook niet. Jullie die nu nog luisteren, jullie doen dat ook niet. Want anders luisterde je nu niet meer naar mij. Dan heb je me al lang uitgezet. En ik wil jullie een hart onder de riem steken. Het duurt geen... Ik ben bijna 60. Maar ik word geen 120. Ik moet jullie zo dadelijk achterlaten. En dan zeg ik tegen jullie... Dag Sinterklaasje. Dag, 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 dag. Zwarte Piet. Dat ga ik zo dadelijk zeggen. Maar jullie moeten wel doorgaan. En dit hoef je niet te pikken. Helemaal niet. De leraar van Bob Marley wordt wel gezegd Lee Scratch Perry. En heel toevallig is zijn achternaam mijn voornaam. Maar wat Lee Scratch Perry zegt. En nu zeg ik Perry op zijn Nederlands, maar ik moet zeggen Perry. Lee Scratch Perry. Maar wat hij zegt, dat klopt. Wij zijn rijk, jongen. Wij hebben heel erg veel geld. Alleen, het staat achter een muur of zo. Of bij een bank. Maar het is ons geld. En wij willen dat terug. En wat dacht je hoeveel schadevergoeding wij te eisen hebben voor dit soort gebrachel? Ga maar rekenen. Pak nu je calculator. Of je rekenmachine. Ligt eraan of je Engels georiënteerd bent of Nederlands. Op mijn Mac werkt het allebei. Ga het maar uitrekenen. Wat is een mensenleven waard? En er waren 200 Nederlanders. En dan gaan ze op deze manier mee om. Wat hebben wij van die lui te goed? Volgens onze vader. En onze vader is meneer David Credit. Onze vader is de andere keer dan. Ga ik erover door. En ik vind het hartstikke lief dat jullie naar mijn gewauwel hebben willen luisteren. En dat vind ik echt super. Hartstikke lief. En ik sluit altijd af op z'n Duits. En ik ga nu zo dadelijk verder met hoofdstuk 6. Maar op z'n Duits sluit ik af voor nu. Want anders wordt de uitzending te lang. En dan zeg ik altijd, hoe was het ook alweer? Oh ja, ik weet het weer. Tjus. Dag lieverds.